De beschadigde achtermuur van de Oranjetuin aan de Henk Aronstraat is vanmorgen opgeleverd. De commissie Rehabilitatie Oranjetuin is blij dat de begraafplaats weer goed omrasterd is, omdat mensen de tuin vervuild en vernietigd hebben. De restauratie heeft 4 maanden geduurd. Commissievoorzitter Johan Rooser zegt dat er al een plan klaar ligt nu de Oranjetuin weer goed omrasterd is. Rooser geeft verder aan dat er een beheersraad komt en dat de Oranjetuin in de toekomst tot een stadspark gemaakt zal worden. We hadden dus inderdaad gevraagd dat dit als eerst wordt gedaan om de begraafplaats te beschermen. In die zin dat het minder moeilijk wordt om de begraafplaats binnen te komen. Maar ook om andere redenen. Mensen gooien de vuil gewoon. En met het schoonmaken zal die geneigdheid er niet meer zijn. Maar met de muur hebben we zeg maar ook een fase weer afgesloten. En nu moeten we gaan richting de duurzamere plannen. Met name de restauratie van de graven. Maar ook nog het beheer van de begraafplaats, want dat is erg belangrijk. En we hebben dus, als alle administratieve zaken rond zijn, zal er een beheersraad worden ingesteld. En de beheersraad zal dan toezien op de day-to-day zaken die de begraafplaats raken. Minister Jerry Miranda van Openbare Werken, Transport en Communicatie was vanaf het begin van de rehabilitatie betrokken bij dit project. Hij was toen de DC van Paramaribo Noordoost. Miranda zegt dat wij zuinig moeten zijn op wat we hebben als we in de toekomst meer willen krijgen. Ik hoop dat wij over een jaar u uitnodigen en dat u kunt komen kijken naar wat wij zelf ook hebben gedaan. Wat wij moeten leren in het land, meneer Sidul. En zeker minister, meneer Rooser. We moeten leren om een beetje zuiniger en respectvoller om te gaan met de dingen die wij hebben. U gaat alleen maar krijgen van mensen wanneer u met respect omgaat wat men u heeft gegeven of wat u zelf heeft. Als u kijkt naar de tuin, het zijn ook Surinamers, toen Nederlanders, maar Surinamers. Als u zo gaat zoals het erbij lag, met wat u heeft, dan zegt het veel van wat u gaat krijgen. Meneer Rooser, ik zit er voor een korte tijd. Ik kan niet eerlijk zijn, hij zegt hij houdt van begraafplaatsen. Ik niet echt hoor, want we moeten wel een tijd er naartoe gaan, maar dat is nog niet de tijd nu. Minister Jerry Miranda van Openbare Werken, Transport en Communicatie. Hij sprak vanmorgen tijdens de oplevering van de gerestaureerde achtermuur van de Oranjetuin.